Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Suriname en Ghana willen bilaterale banden verder aanhalen. Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu streeft naar geïntegreerd afvalbeheersplan. Ministers Levens en Ramadien onderstrepen normalisering onderwijsproces. Platform The Golden Future wil ondernemen helpen verbeteren. Bestuurskundeweek staat stil bij bestuur in tijd van crisis. En boostervaccinatie biedt versterking van immuniteit. Wij kunnen veel leren van Ghana, woorden van president Chandrika Persat Santokhi tijdens een op woensdag 16 februari 2022 gehouden persconferentie vlak na de terugkomst van de Surinaamse presidentiële delegatie uit Guyana. Het staatshoofd had een onderhoud met de president van Ghana. Beide landen willen de bilaterale banden verder aanhalen. We hebben ook bilaterale ontmoeting gehad met de president van Ghana. Zijn excellentie Nana Addo Dankwa Akufo-Addo en een delegatie. En in feite heeft hij met zijn aanwezigheid daar een paar boodschappen gegeven. Hoe zij daar omgegaan zijn met die oil en gas. En dat we daar een heleboel van kunnen leren. De zwakke momenten, de sterke momenten. Maar uiteindelijk hebben ze Ghana kunnen ontwikkelen uit die sector. En hoe ze dat gedaan hebben, vanuit staatsbedrijf naar private bedrijven. En het is goed om naar die wereld te kijken. We hebben één sterk voordeel. Dat Guyana in feite een paar jaren voorsprong heeft op Suriname als het gaat om die oil exploitation en die offshore. Wij hebben dat nog niet. We hebben veel ervaring. Aan die olie-exploitatie onshore, wat staatsolie doet. Nou, daar willen we ook de regio mee ondersteunen. Dat heeft de CEO van staatsolie ook aangeboden. En de CEO van staatsolie heeft vorige week nog een presentatie gehad voor de regering van Guyana, hoe wij het hier doen. En ook zijn bereidwilligheid doen om ook personen te trainen. Aan de andere kant zegt de president van Guyana dat ze binnenkort gaan starten met training van studenten op het gebied van oil en gas op verschillende niveaus. Technisch, bachelor, master. En hij vraagt ook Suriname om ook onze studenten daar te sturen. Om te studeren. Zodat we als kleine landen zelfstandig die oil en gas ter hand kunnen nemen. Want wij hebben gebrek aan kader en deskundigen op dat stuk. Dus nogmaals, van Ghana. We kunnen ook veel leren en bilateraal hebben we afgesproken, namelijk er is een overeenkomst tussen Ghana en Suriname. Er zijn veel bezoeken over en weer geweest, missies zijn er geweest. We hebben recentelijk onze ambassadeur van Suriname in Ghana benoemd en beëdigd, mevrouw Grand Galong. En zij heeft de opdracht van me gehad om nu een andere fase in die samenwerking in te zetten. En dat is aantrekken van investeerders. Aantrekken van die business community. En laten we kijken hoe onze business community kan inspelen. Er komt de samenwerking tussen, komt de raad tussen de business community van Suriname en de business community van Ghana. We hebben ook gevraagd om ons bij te staan bij de productie van goud, omdat Ghana ook een goudproducerend land is. Ze hebben enorm veel kennis, ervaring en inzicht. En ook onze ambitie om een eigen goudmijn in Suriname op te zetten. Daarover zijn ze bereid ons de nodige adviezen ook te geven. U weet, we zijn in gesprek met top goudbedrijven van de wereld. Zeker de top drie. Om mogelijkheden zoeken om samenwerking met hun. Om een goudmijn in Suriname op te zetten. De ministers van ENA en Bibus die zijn bezig met de gesprekken met die goudmaatschappijen. Muziek.
Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu streeft naar de ontwikkeling van een geïntegreerd afvalbeheerplan op nationaal niveau voor alle afvalstromen. Dit op basis van de principes weigeren, reduceren, hergebruiken, herbestemmen en hercirculeren. Het betreft een belangrijke methode voor afvalvermindering en vergroten van recyclingsmogelijkheden. Het project zal als initiatief van het voornoemde ministerie worden uitgevoerd door het advies- en ingenieursbureau ILACO Suriname NV. Dit project heeft een doel eigenlijk. Ik moet beginnen met hoe we omgaan met afval op dit moment in Suriname. In Suriname merk je dat je hebt verschillende soorten afval. Maar hoofdzakelijk, het eerste waarnaar we kijken hier is huishoudelijk afval. En we merken dat in de meeste buurten, vrijwel alle buurten, wordt 2 keer per week het huishoudelijk afval opgehaald. We scheiden het niet. We zetten die azijnfles, we zetten creolienfles, we zetten water, plastieke flessen, we zetten zeg maar organisch materiaal, die bananenschillen, alles zetten wij in één zak en we leveren het aan. En de vuilnisman komt 2 keer per week om het op te halen. We zijn gestart met het opstellen van een Integrated Waste Management Plan. Het is een project geïnitieerd door het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. En het plan is eigenlijk, het doel is eigenlijk om dus een plan te gaan schrijven. Waarbij wij dus gaan beschrijven hoe eigenlijk adequaat om te gaan met afval. Dus het verwijderen, het verwerken, maar ook gewoon het beheren. Het is een beleidsplan, dus... Het is geen uitvoeringsplan, dus het gaat op hoger niveau gaan wij dus kijken naar een aantal aspecten binnen afvalbeheer en hoe dat op een adequate manier te kunnen aanpakken. Illegale plekken zouden eigenlijk ten eerste geïdentificeerd moeten worden. Is het overheidsterrein? Kun je het afsluiten? Kun je het omrasteren? Kun je het de dump ombouwen naar wat wij noemen naar een sanitary landfill? Dus is dat op een verbeterde manier gaat aanbouwen. Zolang je namelijk geen alternatieven hebt, zul je moeten gebruik maken van een goede sanitaire faciliteit om te zorgen dat er geen lekkages plaatsvinden, dat er geen vuil zwerft of door overstroming weggaat. Dus dat soort zaken zouden kunnen. Dus je kan het in feite, zolang je niks hebt, zou je het eigenlijk kunnen, noem het maar even, semi-legaliseren. En op die manier kunnen omgaan. Maar dat is een tijdelijke oplossing, want je wil uiteindelijk naar een goede permanente oplossing gaan. En dat kan best betekenen dat je zegt niet meer dumpen, vervoeren naar een bepaalde plek, misschien verbranden of op een andere manier omgaan. Bewustwording is een onderdeel ervan. Als je wil dat het gaat slagen, moet je dus eigenlijk alle facetten van de samenleving meekrijgen. En het is de bedoeling dat wij dus een publieke enquête gaan uitsturen om te kijken waar staan we met bewustwording en hoe ziet de samenleving het probleem. En de informatie die we daaruit krijgen is de bedoeling dat we dus die ook gaan meenemen in het plan. Want het is de bedoeling dat wij dus ook gaan focussen op hoe je die bewustwording, want als je wil dat het slaagt, moet dat er wel zijn. Dus dan gaan wij dus eigenlijk ook in het plan kijken naar welke strategieën. En natuurlijk gaan we kijken naar wat heeft gewerkt. Er zijn genoeg voorbeelden in de regio die we kunnen gebruiken. Maar belangrijk is natuurlijk om je baseline vast te stellen. Waar staan we? En hoe gaan we dan verder in het plan ermee om? Op woensdag 16 februari 2022 zijn de ministers Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Amar Ramadin van Volksgezondheid tijdens het CDS-programma Tori Fuawiki ingegaan op de versoepeling van de beperkende maatregelen in het onderwijs. Beide bewindslieden onderstrepen het belang van het verder normaliseren van het onderwijsproces. We hebben zeker gekeken naar de mogelijkheid om het onderwijsproces te gaan normaliseren. Het advies van de kinderartsen was daarbij enorm belangrijk. Waarom? Je wilt niet zomaar het proces gaan normaliseren, het onderwijsproces, terwijl de risico's bijvoorbeeld voor kinderen daar nog zeer reëel en aanwezig zijn. Het advies van de kinderartsen, natuurlijk na ingewonnen data en analyse, geeft duidelijk aan dat ja, er zijn wel kinderen besmet geweest. Dat is logisch. Als je kijkt naar hoeveel duizenden cases we gehad hebben in de vijfde golf, is het dan ook logisch dat er
een bepaald percentage daarvan kinderen zijn en ook schoolgaande kinderen zijn. Maar er is ook gekeken direct de relatie vanuit cases, dus het aantal besmettingen, met het aantal opnames dat daar gekoppeld is en ook de intensive care opnames. En gelukkig constateren de kinderartsen dat het vrij de situatie dan de link enorm meevalt en dat wij gerust het advies van de kinderarts hebben ontvangen dat het sluiten van de scholen, althans het niet volledig normaal hebben van het onderwijsproces, meer nadelige gevolgen heeft voor het kind, voor het onderwijsproces, dan het nu is. En dat wij dus liever gaan naar een stukje normalisatie. Ik denk dat de kinderen en de studenten blij zijn dat ze eindelijk weer fulltime naar school kunnen. En dat ook de leerkrachten daar voordeel aan hebben. Ze hoeven dan niet meer twee keer hetzelfde uit te leggen aan twee verschillende groepen, omdat we de school en op school de klassen hadden gehalveerd. De achterstanden werden al ingelopen, maar wanneer alle kinderen weer op school zijn, zal het een stukje beter lopen en zullen de achterstanden makkelijker ingelopen kunnen worden. Het is technisch-organisatorisch toch niet heel makkelijk om plotseling weer alle kinderen op school te hebben. Je moet zich voorstellen, we hebben zo'n 150.000 leerlingen en studenten en zo'n 12.000 tot 13.000 leerkrachten en docenten. En als je een hele tijd bij de helft hebt gewerkt, is het de opgave om plotseling weer met 100% te werken. Maar onze schoolleiders zijn topmanagers. Die hebben heel veel ervaring in hoe ze hun school inrichten. En vooral omdat de Mohana-regels blijven gelden. Het is niet zo dat de protocollen met betrekking tot COVID ineens overboord worden gegooid. Maar de Mohana-regels blijven gelden. En er is heel lang geoefend met een kleinere groep. En ik ben helemaal overtuigd dat de schoolleiders hun managementcapaciteiten gaan inzetten in deze voorbereidingsweek. Dus ze hebben ongeveer een halve week plus het weekend de ruimte om zich voor te bereiden op een volle school weer. Op donderdag 17 februari 2022 heeft in de vergaderzaal van Courtyard by Marriott de launch plaatsgevonden van het platform The Golden Future. Dit platform richt zich op jonge en startende ondernemers met als doel de kwaliteit van hun onderneming verder te verbeteren. Wij spraken met voorzitter Geneviève Simpson en verschillende bij het platform aangesloten ondernemers. De Golden Future, waarom die naam? Het zegt het al, de Gouden Berg. Wij zijn de toekomst voor ons land, voor onze generatie daarna. In dit platform ben ik eigenlijk gestart. Waarom? Omdat ik zelfs ook een startende ondernemer ben geweest. En most part of it is dat ik zie dat er heel veel potentie is in Suriname qua jong ondernemerschap. Er zijn heel veel jonge ondernemers. Dan kijk ik naar de levensduur in hun organisatie, die eigenlijk tegen heel veel zaken aanlopen en ze niet de volledige begeleiding krijgen om vol te houden. En daarom zeg ik altijd, of is mijn levensmotto, jouw toekomst voorspel je door het zelf te creëren. Dat brengt mij en dat wil ik ook aanbieden aan de jonge ondernemers om zich bewust van te maken, zeg, als je ermee start, ga ermee door en daar willen wij ze bij staan. Ik heb me namelijk aangesloten bij het platform omdat ik een startende ondernemer ben. Ik ben gestart met mijn 15e, begon ik gewoon woningen schoon te maken. En op mijn 20e heb ik dan besloten om mijn onderneming eigenlijk naar voren te brengen. En ik had het echt een beetje zwaar met finance, hoe begin je, adviezen. En ik ben toen in contact gekomen met Geneviève Simpson. En
We hebben elkaar dan de push gegeven, ze hebben me ondersteund, ze hebben me heel wat punten aangewezen, waardoor we hebben besloten om dan de platform te joinen. Ik kan me helemaal terugvinden. Het was eerst een hele kleine groep en we zijn daarna gaan groeien. We hebben samengewerkt, we hebben gesproken over wat de drempels zijn in het ondernemen. En toen kwam het de informatie van het platform en ik vond me helemaal erin en heb ik me aangesloten. Tijdens de Bestuurskundeweek is op donderdag 17 februari 2022 stilgestaan bij het bestuur in tijd van crisis, met name het politiek bestuur wereldwijd als ook het financieel-economisch openbaar bestuur. Professor Jack Menke en econoom Winston Ramautar Singh hebben bij deze gelegenheid presentaties verzorgd betreffende bestuur in tijd van crisis. Ik heb over de wereld politieke crisis gesproken en daarbij gefocust op het oosten, Azië, tot de Verenigde Staten of het noorden, zeg Noordwest-Europa tot een beetje het zuiden, zeg Zuid-Amerika, dat er toch een ernstige tendens is naar steeds meer autoritaire regimes, ongeacht of het is de westerse politieke democratie of de meer socialistische vorm van democratie. En daarbij hebben we dus inderdaad gezien dat het boegbeeld van de westerse democratie, de Verenigde Staten, dat die in een hele diepe crisis is beland. En het belangrijkste moment was 2021, 6 januari, toen de presidentsverkiezingen hadden geleid tot de overwinning van Joe Biden. En de overdracht ging gepaard met het bestormen en het bezetten van het Amerikaans parlementsgebouw, het Capitool, door aanhangers van Trump, die, waar men zegt, zelf ook heeft aangestuurd op eigenlijk het huis van de bevolking, van de volksvertegenwoordigers, om dat te bestormen. Nou, ik heb de nadruk gelegd over hoe je in deze crisis, de vierde crisis namelijk, hoe we erin staan, wat de mechanismen zijn die ons hierin hebben gebracht en vooral welke mechanismen ons hieruit gaan halen. En ik heb de stand van zaken belicht van wat doen we goed. De koers is stabiel al 7 maanden, maar er zijn een aantal dingen die we nog niet goed doen. De inflatie is nog steeds, het was 2 keer 60% en nog steeds voor 32% gepland. Dus het is nog niet stabiel en er is nog zeker geen sprake van dat we op het groeipad zitten, want de economie is nog met 3,5 verder gekrompen. Dus pas komend jaar verwachten we dat op basis van een aantal aannames dat die economie gaat groeien. Maar we moeten het nog realiseren. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en het kan levens redden. De meeste mensen die na hun vaccinatie toch besmet raken met COVID-19 ervaren slechts milde symptomen en kunnen thuis herstellen. Het is daarom heel belangrijk om je te laten inenten. Indien u ouder bent of een medische aandoening heeft, zoals een hart- of longziekte, of aan diabetes leidt, loopt u mogelijk een hoger risico om ernstig ziek te worden vanwege COVID-19. De boostervaccinatie helpt daartegen. Dit is niets anders dan een extra prik om de bescherming tegen het coronavirus hoog te houden en daardoor ziekenhuisopname te vermijden. Laat u daarom goed informeren en haal uw boosterprik. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.